Goed Jasper, we zijn aangekomen hier op het examencentrum. Ja. Je kunt er ineens aan beginnen als het voor je goed is. Voor mij goed. Ja, voor mij goed. Ik ga nu de papieren geven van mijn auto. En jij mag binnengaan, u aanmelden en dan ga je eerst uw risicoperceptietest mogen doen. Ja. Ik wens u veel succes ermee. Oké. Merci, merci. Jasper? Ja. Alsjeblieft, dat is merci. Van ja, dat klopt. Goed, klaar voor? Ik denk het wel. En dan uit. Ja. Dan mag je als eerste het product van de ruitwissers eens aanduiden. Ja. Waar je dat kan bijvoeren. Ah, in de hier. Ja. Wacht, eerst even openen. Ruitenwissers, dat is hier. Ja, is goed. Doe maar dicht. Mag jij instappen? Ja. De raam open doen en dan gaan wij de lichten nakijken. En mag jij de dimlichten opzetten? De dimlichten? Ja. De grote lichten. Ja. Mag jij links pinken? Naar rechts. Mag jij klakson gebruiken? En nou eens links pinken. Naar rechts. Mag jij remmen? Ja. Een mislicht van achter. Ja, zet maar uit. Voilà. Goed. Mag je de zithouding controleren? Zien dat mijn been lichtjes gebogen is? Ja. Ja. Ongeveer gewoon niet. Mijn armen. Ja. Strekt, stuur mijn polsen. En dan deze. Ja. Zit ook goed. Goed. Oké. Okay. Spiegels. Die staan ook redelijk goed. Ik zie de achterkant van de auto. Ja, mag je de voorruitverwarming of ontwasming aanduiden? De achteruitverwarming. Ah, oké. Separaat. Ja. Moet ik die uitzetten of kun je misschien even blijven aanstaan? Ja, is goed. Ja. Oké, gaan we dadelijk vertrekken. Ja. Ja, ik ga onderweg op tijd zeggen wanneer we links of rechts gaan. Mm-hmm. En dan is dat ook toegelaten. Geen valstrikken. Wat is? Er zijn geen valstrikken. Hè? Okay. Als ik zeg links of rechts, dan is dat toegelaten. Ja. Zeg ik niet, dan blijf je rechtdoor rijden of de rijbaan volgen. Staan er borden verboden toegang of uitgezonderd plaatselijk verkeer, dan ga je zelf links of rechts moeten afslaan. Oké. Okay. Goed? Ja. Normale snelheid rijden, gewoon zo wegcode rijden. Als je rijdt snel, die is toegelaten, dan zij het niet kan. Ja. Ja. Dan heb je nog twee manoeuvres. Dat is rechts evenwijdig parkeren. Ja. En keren in een straat. Oké. Okay. Bij beide manoeuvres mag je de borstzin raken, maar dan nooit overrijden. Ja. Als je bij het parkeren niet goed komt, of je hebt geen S gemaakt, dan begin je gewoon opnieuw. Oké. Okay. Goed? Ja. Voilà. Ga je een stukje GPS rijden of borden volgen? GPS rijden, ja. GPS rijden. Goed. Dan gaan we vertrekken, hè? Ja. Voilà, mag je het eerste stukje de GPS volgen? Moest je onderweg vragen hebben, mag je die stellen. Moest je stoppen voor iets, dan mag je ook altijd, hè? Ja. Ah, veel succes. Bedankt. Als je klaar bent, mag je vertrekken. Sla links af en daarna rechtsaf. Over 200 meter rechts afslaan naar Blauwe Steenstraat en daarna links aanhouden. Over 300 meter rechts afslaan naar Mechelse Steenweg. Buig rechtsaf en daarna sla linksaf. Sla linksaf. Mag je achter een tweede auto parkeren rechts? Achter een Audi. Oké. Okay. Wow, ja. Goed. Mag je voertuig veilig achterlaten en daarna terug instappen? Goed, mag jij terug verder rijden? Ja. En we
het einde rechts. Ja. Kruispunt rechts. Rechts? Ja. Volgende lichten gaan we links. Oké. Dan gaan we de eerste straat rechts. Dan ga je in deze straat keren. Ja. Die is vanzelf waar. Alleen de rijbaan gebruiken. Links. Oké. Okay. Nou ja, op het kruispunt de tweede links. De tweede straat links. Oké. Okay. Dan gaan we rechts en dan mag je terug de parking oprijden en nu ergens parkeren. Ja. Oké. Okay. Jasper? Ja. U keren. Dat was niet optimaal. Dat was niet optimaal. Rustig blijven als je stilvalt. Ja. Kan je kwaad, hè? Gewoon verder doen. Ja. Mm-hmm. Kruispunt ervoor, hè, was dan een bocht naar links, zoals een voorrangsweg. Ja. Je gaat daar pinken en voorrang naar rechts geven, weet je dat nog? Wacht, hè, dat probeer maar. Dat was vlak voor het keren. Dat was de scherpe bocht naar links en daarna zijn we rechts gegaan om te keren. Ja, ja. Ah, wel, daar. Hè, dat is een voorrangskruispunt. Hè. Dus je gaat gewoon rechtdoor blijven rijden en gewoon een bocht moeten meevolgen. Maar je zit daar je pinker op gezet en even voor en rechts gegeven van die brommer. Uiteindelijk heb ik hem niet gegeven. Voilà. Maar goed kijken naar je borden op voorhand, dat je niet heel het verkeer in de war stuurt. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja. Derde punt is, als je rechts afdraait, maar je hebt dat maar één keer gedaan. Als je rechts afdraait, je kijkt in je spiegel en je kijkt over je schouder. Heel goed. Ja. Op het moment dat je over je schouder kijkt, is ook de bedoeling dat je niet al indraait. Hmm. Dat je op een gegeven moment kijkt en begint te rijden. Mm. Ja, als er dan iemand is, zie je die mooi tegen u rijden. Ja. Zo. Okay. Dat zijn de enigste drie. Dus je bent geslaagd, je perceptietest was ook goed. Okay. Dus proficiat. Bedankt. Ja. Bedankt. En papieren klaarmaken. Ja. Maar even wachten. Dat is top. Merci.